Goeiedag. Ja, een foto vanuit Middelburg. Jeugd op de kunstijsbaan. Of misschien is het zelfs wel nep ijs. Ik kan dat niet goed zien. Maar natuur is het zeker niet. En dat gaat er ook niet meer komen dit jaar. Daar ga ik in ieder geval niet van uit als ik naar de weerkaarten kijk. Want het blijft voorlopig zacht en zeer wisselvallig weer. En waarschijnlijk gaan we ook zo het jaar uit. Ik pak eens even de bovenlucht erbij, dan kijken we naar de straalstroom, de jetstream, een band met hoge windsnelheden op zo'n 10 tot 12 kilometer hoogte. En wat zien we? De komende tijd ligt die precies boven ons land. En dat betekent dat we met actief weer hebben te maken. Aan de noordzijde van de Jetstream, daar is de koude lucht aanwezig. Aan de zuidzijde zachtere lucht. Ja, en wij zitten toch meer aan de zuidzijde. Dat betekent dat we hier gewoon met zacht weer te maken gaan krijgen de komende periode. Dat doen we nu eigenlijk al. Maar ook wisselvallig weer. Want onder zo'n band met hoge windsnelheden is het weer altijd heel actief. Depressies volgen elkaar vaak snel op. En dat betekent wind en regen. Dat kunnen we ook mooi zien als we naar de weerkaart gaan kijken aan de grond. We zien een krachtig hoge drukgebied boven de oceaan. Daar hebben we niet zoveel aan. Wij hebben daardoor wel een noordwestelijke stroming en depressies die trekken via Scandinavië naar het oosten toe. En als ik dan de animatie aanzet, dan zien we ook zo'n lage drukgebied hier op de kaart verschijnen. Donderdagmiddag. Dat is de storm Pia, genoemd door de Deense weer. Instituut is dat zo genoemd. En Storm Pia die trekt naar het oosten. Wij pakken daar een klein staartje van mee. We merken dat vooral in dat de wind flink gaat toenemen. Maar tot echt stormkracht komt het in ons land waarschijnlijk niet. Heel misschien wel nog op de wadden, maar wel windstoten. Rond dat lage drukgebied natuurlijk ook actief weerbeeld. Dat betekent dat we morgen vaak met buien te maken gaan krijgen, maar ook de dagen erna is het gewoon wisselvallig weer. Van tijd tot tijd trekken neerslaggebieden over en die brengen dan regen. Want de kou zit aan de noordzijde. Daar is het meer sneeuw. Inmiddels al eerste Kerstdag op deze kaart. U zag het. Ook dan is het nat van tijd tot tijd en ook op tweede Kerstdag houden we het niet droog. Dan komt er even een hoge drukgebiedje voorbij. Maar dat lijkt allemaal maar tijdelijk te zijn. Inmiddels staat de kaart op 28 december. En dan gaat de stroming weer zuidwest tot west worden. En dan dienen zich alweer de volgende storingen aan. En dat betekent opnieuw regen. Kortom, de rest van het jaar is het gewoon wisselvallig en vaak zacht. Ik gaf al aan dat er morgen dus een stormdepressie langstrekt, maar dat is niet bij ons, dat is boven Noorwegen. Ik heb een detailkaart daar eventjes van gemaakt en dan zien we hier dat windveld dat erbij hoort. We pakken die op op de nacht van woensdag op donderdag. En als ik dan de animatie aanzet, dan zien we hier dat windveld tot ontwikkeling komen en het lage drukgebied dat trekt dan via Noorwegen naar Zweden toe. We zien ook heel duidelijk dat de meeste wind hier echt op die Deense kust wordt verwacht en dat wij er een heel klein beetje wat van meepakken. Het gaat echt wel even stevig waaien morgen. Er staat ook gewoon een waarschuwing voor die windstoten uit, een code geel. Maar echt heel heftig gaat het niet worden in het waddengebied. Waarschijnlijk wel windstoten boven de 100 km per uur. Overigens is het niet zo dat na donderdag dan een stuk rustiger gaat worden. Nee, helemaal niet, want het blijft gewoon flink waaien op zee. Ja, die west-noordwestenwind zorgt er ook bijvoorbeeld voor dat er heel veel water opgestuurd wordt richting Nederland. We krijgen echt wel te maken met hoog water langs de kust. Gelukkig is het geen springtij. Maar ik kan me toch voorstellen dat hier en daar een kering misschien wel gesloten moet gaan worden door het opstuwende water met die noordwestelijke stroming. Zaterdag waarschijnlijk dan ietsje rustiger geleidelijk aan, hoewel we zien nog steeds die isobaren, die lijnen van gelijke druk dicht bij elkaar. En dat betekent dat het drukverschil groot is in een redelijk kleine. Afstand. Dat is voor wat betreft de wind. En Dat betekent dus dat we een code geel hebben voor die windstoten. Nogmaals, op het Waddengebied tot boven de 100 km per uur, elders langs de kust, nou, rond 100 km per uur. In het binnenland is het allemaal wel wat minder. Kunnen die windstoten overigens wel mooi laten zien hoor. Hier zien we dat geel en die getallen dat zijn dan de verwachte windstoten in kilometer per uur. Als ik hem dan even stop op donderdagochtend 11 uur dan zien we hier inderdaad heel mooi de meeste wind. En bovenland kunnen er dan toch wel windstoten voor gaan komen richting de 75 kilometer per uur. Piekt nog eventjes later in de middag en de avond en dan wordt het geleidelijk aan weer wat rustiger. We hebben dat vertaald als volgt op de kaart. Het is morgen wel zacht met 10 tot 12 graden. Maar er vallen wel diverse buiten. Het is geen mooi weer natuurlijk. Het kan zelfs hier en daar omweren in het noorden van het land. De wind boven land stevig, vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Aan zee een harde tot stormachtige wind. Windkracht 7 tot 8. En in het waddengebied, gebied, ik heb het nu al een paar keer gezegd, daar houden we dan even rekening mee dat die wind eventjes de stormkracht zou kunnen bereiken. Dat is windkracht 9. Dat is voor morgen, maar eigenlijk ook voor de dagen erna dat het gewoon zo wisselvallig weer blijft. Voor de zon niet vaak ruimte, overwegend bewolkt weer. En van tijd tot tijd regen. Temperaturen 10, 11 graden, dinsdag misschien een graadje lager, maar dat is nog ver weg. In ieder geval wat opvalt, is dat de nachttemperaturen ook allemaal hoog blijven. Ruim boven het vriespunt. Er is totaal geen signaal voor kou. Nou, als we dan de pluim erbij pakken, dan zien we dat we ook zo het jaar uitgaan. De kerstdagen die vinden we hier terug. Dat is dan maandag en dinsdag. En dan hebben we hier woensdag, donderdag, vrijdag. En dan is dit zo'n beetje oud en nieuw, hè. het weekend dat ook volgt. En dan zien we ook dat die temperaturen gewoon ruim boven het vriespunt blijven. Nou, dit is ook een grafiekje waar de meeste mensen waarschijnlijk niet echt vrolijk van worden, want iedere dag is er een hoge kans op neerslag. Kortom, paraplu is dagelijks nodig. Het is allemaal water. Sneeuw verwacht ik niet op deze dagen. Regenwater dat naar beneden gaat komen en het is weer veel regenwater. Dan heb ik tot slot nog een andere grafiek voor u. Dit is de neerslag die we nog verwachten tot en met het einde van de pluim en het laatste dag van het jaar. Dat is uh, volgens mij de zondag, hè, als ik dat zo eventjes aangeef. En dan verwachten we vanaf nu tot zondag toch nog wel zo'n 40 tot 60 millimeter water. En wat betekent dat nu? Met al die regen die er dit jaar is gevallen, dat 2023 het natste jaar gaat worden sinds we meten. En we zijn gestart in meet, met meten in 1906. Het oude record was 1109 mm uit 1998. Nou, daar gaan we waarschijnlijk wel met zo'n 20 tot 40 mm overheen. En uh, ja, dat betekent dat het echt een kletsnat jaar was. Nog een fijne dag.